Allereerst wil ik de formule aantonen die hier eigenlijk gegeven is. Hoe kom je nou aan die formule bij de oppervlakte van dit figuur? Nou, je zou het volgende kunnen doen. Je kunt het verdelen in figuren waar we wel de oppervlakte van kunnen uitrekenen. Ik heb hier bijvoorbeeld een driehoek getekend. En nu geldt het volgende als ik naar deze driehoek kijk. Als ik ga kijken naar de sinus van alfa, denk aan sos cos toa. De sinus is de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Dus ik maak hier even e accent van. Dus waar is dat gelijk aan? Aan e accent gedeeld door 4. Nou, wat volgt hieruit? Dat e accent natuurlijk gelijk is aan 4 keer de sinus van alfa. En dan heb ik eigenlijk de hoogte van de driehoek achterhaald. Nou, wat is nou de oppervlakte van die driehoek? Wat is nou de oppervlakte? Dat is een half keer basis keer bijbehorende hoogte. Nou, ik heb dus ook de basis van de driehoek nodig en dat kan eigenlijk soortgelijk met de cosinus. De cosinus van alfa, dat zal gelijk zijn aan fe accent gedeeld door 4. Dus dat wordt 4 keer de cosinus van alfa. Dus je krijgt eigenlijk een half keer, 4 keer de sinus van alfa keer 4 keer de cosinus van alfa. Dus dat is 16 sinus alfa cosinus alfa. Nou, hoeveel driehoeken zit hierin? 4. Dus als ik ga kijken naar de oppervlakte van de 4 driehoeken, dan is dat gelijk aan 4 keer een half. Hè? Dus dan kom je op 2 uit. 2 keer 16 sinus alfa cosinus alfa. Maar ja, wat moet ik nu doen? Die sinus alfa cosinus alfa, als ik daar een factor 2 voor zet, dan mag ik dat vervangen door de sinus van 2 alfa. Dat is een van de verdubbelingsregels die ik heb. En dan heb ik eigenlijk al het eerste gedeelte van de formule aangetoond. Het andere gedeelte komt eigenlijk voort uit de oppervlakte van 2 rechthoeken. Ja, want je kunt natuurlijk die 6 kun je gaan vermenigvuldigen met ee accent. Ja, dus dan krijg je 6 keer 4 keer de sinus van alfa. En dat is 24 sinus alfa. En die zit er 2 keer in. Dus daar komt dit stukje vandaan. Nou, wat moeten we nu gaan doen? Voor welke hoek alfa is de oppervlakte maximaal? En we moeten alfa in graden uitrekenen. Nou, dan gaan we weer differentiëren. De afgeleide a-accent, dat is gelijk aan 16 keer de cosinus van 2 alfa keer 2. Ik moet rekening houden met de kettingregel en de afgeleide van sinus is cosinus. Plus 48 cosinus alfa. Hier hoef ik niet met de kettingregel rekening te houden, want binnen de haakjes staat geen kettingfunctie. Nou, dit is gelijk aan 32 cosinus alfa plus, en dit moet natuurlijk 2 alfa zijn, cosinus van 2 alfa plus 48 cosinus alfa. Nou, de volgende stap is dat ik de afgeleide gelijk ga stellen aan 0. Want bedenk, dat zou je trouwens nog eerst kunnen doen. Je kunt nu ook eerst de grafiek tekenen. Dit is alfa, dit is a. Dus dat is een grafiek die hierbij hoort. Nou, als ik dat teken, dan ziet het er ongeveer zo uit. De vraag is nu, waar zit nu die maximale oppervlakte? En alfa, bedenk, dat zit tussen de 0 en een half pi in. Dus dat zijn hier de grenzen. Dit is nog een radiale. Helemaal op het einde moet ik het ook nog omrekenen naar graden. Hier geldt natuurlijk dat de richtingscoëfficiënt 0 is. Bij een horizontale raaklijn geldt altijd dat de richtingscoëfficiënt gelijk is aan 0. Dus vandaar dat ik weer a-accent is 0 moet oplossen. Dus je krijgt 32 cosinus 2 alfa plus 48 cosinus alfa. Dit moet gelijk zijn aan 0. Nou, dan doe ik alles door 16 delen. Dan krijg je 2 cosinus 2 alfa plus 3 cosinus alfa is gelijk aan 0. Nou, probeer nu te bedenken bij zo'n goniometrische vergelijking, op het moment dat de hoeken niet hetzelfde zijn, dan moet ik zelf altijd denken aan de verdubbelingsformules. Want zo kan ik bijvoorbeeld een hoek halveren of een hoek verdubbelen. En dan hebben we gezien, de cosinus van 2 alfa, dat kun je schrijven als 2 cosinus kwadraat alfa min 1. En dan zie je dat je dus in dit geval de hoek kunt halveren. Dus dit neem ik over. Dit vervang ik door 2 cosinus kwadraat alfa min 1 plus 3 cosinus alfa.
dat neem ik over en dit is gelijk aan nul. Nou, dan denk je misschien, het is er helemaal niet makkelijker op geworden. Ja, vertrouw me maar. Ik ga nu de haakjes uitwerken en dan krijg je 4 cosinus kwadraat alfa. 2 keer min 1 is min 2. Plus 3 cosinus alfa. Nou, en nu kan ik het ook nog even in de juiste volgorde schrijven. Met de term met de losse cosinus alfa in het midden. Het losse getal rechts. En hier kan ik middels een substitutie een kwadratische vergelijking van maken. Als ik zeg, stel cosinus alfa is u. Dan geldt dat cosinus kwadraat alfa gelijk is aan u kwadraat. Dus dit kan ik gaan substitueren. Nou, dan krijg je 4u kwadraat plus 3u min 2 is gelijk aan 0. Nou, als ik alles door 4 ga delen, werk ik met breuken. Doe ik liever niet, dus hier gebruik ik de ABC-formule. Nou, b kwadraat min 4 keer a, nou, dat is ook 4 keer c. Dat geeft 41. En hier moet ik de letter a hebben. En dat moet natuurlijk alfa zijn. Had ik hier ook even wat duidelijker kunnen opschrijven. Even kijken. Nee, ik had het trouwens goed opgeschreven. Dit moet de letter u zijn. U is gelijk aan min b, oftewel min 3, plus de wortel van de discriminant gedeeld door 2 keer a. Nou, 2 keer a is 8. Als je dit uitrekent, kom je op 0,425 enzovoorts uit. Nou, er staat bereken, er staat niet bereken exact. Dus je mag dat hier op deze manier doen. Op het moment dat het wel exact was geweest, had je andere getallen moeten krijgen, zodat je het ook exact had kunnen doen. Of je had die breuk moeten laten staan. Maar dan zou je in de volgende stap niet verder komen. Dus dan krijg je hier nog min. En dan, als ik dit uitreken, kom je uit de min 1,175. Nou, dan ga je terug substitueren. De cosinus van alfa is dan gelijk aan 0,425. Of de cosinus van alfa is gelijk aan min 1,175. Nou, waar is alfa dan gelijk aan? Nou, nu kun je eigenlijk de arc cosinus links en rechts pakken. Oftewel op je rekenmachine typ je in shift cosinus en dan 0,425. En dan kom je uit op 1,131. Maar omdat het cyclisch is, moet je wel erachter opschrijven plus k maal 2pi. Zoals we dat normaal ook bij die vergelijkingen gewend zijn. Hier zeg je of alfa is gelijk aan min 1,131, ook weer plus k maal 2pi. Nou, dan ga ik kijken naar alfa op het domein van 0 tot een half pi. En dat geeft eigenlijk maar één oplossing. Dit geeft alfa is 1,131, punt, 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 radiale. Nou, en wat volgt hieruit? Dat de maximale oppervlakte, hè, dus hier volgt uit. Dus dit is de waarde van alfa. En wat volgt nu voor de maximale oppervlakte? A max die zit bij alfa is ongeveer gelijk aan 65 graden. Nou, het gaat misschien wat snel. Hè? Hoe kom ik nou aan die 65 graden? Nou, dat heb ik ook best wel vaak laten zien hoe je dat moet omrekenen. Maar ik laat het gewoon nog een keer zien. Op het moment dat ik radialen heb, begin ik de regel altijd met pi radiale is 180 graden. Dan werk ik eerst naar 1 radiaal. Dan moet ik links en rechts door pi delen. Dus dan krijg je 180 graden gedeeld door pi. En ik moet nu naar 1,131 punt, punt, punt radialen toe. Dus dan doe ik rechts en links vermenigvuldiging met die 1,131 punt, punt, punt. En als ik dit uitreken, dit stukje hier, dat is afgerond op gehele 65 graden. En dat is hoe ik hier aan kom. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.